Mijn naam is Debel Sarruj. Ik ben 23 jaar en woonachtig in Amsterdam. Ik studeer momenteel maatschappelijk werk en dienstverlening en ik zit in mijn derde leerjaar. Ik loop dus stage. Maar naast het stage lopen en het studeren heb ik ook nog een fulltime baan, als moeder. Toen ik 18 was, raakte ik zwanger van mijn dochter. Dit was geen makkelijke periode voor mij. Ik zat in het eerste jaar van de opleiding HBO Rechten en ik heb het hierdoor niet af kunnen maken. Ik had weinig contact met familie en vrienden en weinig contact met de vader van mijn dochter. Ik stond er eigenlijk helemaal alleen voor. Op het moment dat ik zwanger raakte, woonde ik op kamers. Maar ik kon daar alleen blijven totdat ik 8 maanden zwanger was. Ik ben toen bij mijn vader gaan wonen, maar omdat ik heel veel ruzie met hem had, heb ik zelf de beslissing genomen om bij een begeleid wonenproject te gaan voor jonge moeders. Tijdens mijn verblijf in het tienermoederhuis ben ik bevallen. Ik had nog steeds weinig contact met familie en met de vader van mijn dochter. Ik voelde me vaak eenzaam. Ik heb periodes gekend van heel veel stress en somberheid. Maar ondanks alles heb ik mijn uiterste best gedaan voor mijn dochter. Ik wilde haar een stabiel leven bieden. Iets wat ik heb gemist vanuit mijn eigen jeugd. Al snel werd duidelijk dat ik behoefte had aan wat meer zelfstandigheid. En mocht ik verhuizen naar een woning waar ik dat wat meer kreeg. Inmiddels had ik ook de opleiding HBO Rechten weer hervat. Maar helaas heb ik die weer niet afgerond. Toen kwam de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op mijn pad. En momenteel volg ik het al 3 jaar met heel veel plezier. Momenteel woon ik zelfstandig. En sta ik volledig op mijn eigen 2 benen. Binnenkort heb ik een diploma en zal ik te werk gaan als maatschappelijk werker. Het gaat nu goed met mij en mijn dochter is gezond en gelukkig. Natuurlijk zijn er ups en downs en het is niet altijd even makkelijk om door te blijven strijden. Maar voor mijn dochter zal ik dit altijd blijven doen. Een kind hebben is voor altijd. Daarom wil ik aan de jonge meiden meegeven om zich te verdiepen in veilige seks door middel van anticonceptie en condooms. Voor de meiden die toch zwanger raken en besluiten het kind te houden, wil ik graag meegeven dat je veel meer kan dan je denkt. Je komt er wel bovenop. Blijf je best doen voor jou en je kind. En durf om hulp te vragen. En ook te accepteren als je die krijgt. Je hoeft het niet alleen te doen. Geef je dromen ook nooit op.